Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie erbij zijn bij weer een nieuwe aflevering van Gente Magica. Bij Gente Magica ga ik in gesprek met mensen die een heel mooi verhaal te vertellen hebben en die met passie voor Latijns-Amerika delen. En ditmaal ga ik in gesprek met Ben Valks. Ben Valks. Ja, ik heb daar laatst een blog over geschreven. Die heb ik volgens mij kan Ben daar al zeggen. Die heb ik ooit ontmoet op een bijeenkomst van Brazilië Tourism Board. Toen had hij net het boek geschreven. Hij vertelde No Risk, No Life. Dat gaat over zijn avonturen, waarbij hij met zijn motor van Alaska tot helemaal tot Ushuaia is gereden. En waarbij hij ook nog en passant aan een van de zwaarste sleedhond racers in de wereld heeft meegedaan. De Iditarod. Ben zal daar even zeggen of dat ik dat goed uitspreek. Zeker. En daarna is hij naar Brazilië gegaan, want hij wilde graag de Black Jaguar zien. 22 expedities gehad, hem niet gezien, maar wel gezien, zeg maar, hoe de Amazone en ook de Cerrado, een ander ecosysteem in Brazilië, verwoest was. En daarmee begonnen met het initiatief om een heel groot herbossingsproject te starten. Wat gefundeerd wordt met de Black Jaguar Foundation. Ben, ik haal jou er eventjes bij. We hebben heel veel te bespreken vandaag. Even kijken. Jij bent opgegroeid hier in de buurt. Wij zitten natuurlijk in de bos en komt uit Boxtel. Wat is uiteindelijk de basis geweest die je van thuis uit meegekregen hebt om dit soort avonturen aan te gaan? Nou, ten eerste Johan en het hele team van Sapapanda, hartelijk dank hè, dat ik bij jullie mooie programma mag zijn. En dat ik een paar van mijn ervaringen mag delen met jullie gasten en klanten. Leuk om een paar dingen te delen. Ja, het is begonnen in het Brabantse land. Ik ben inderdaad geboren in Boxtel. En het voordeel daarvan is dat ik geboren ben midden in de natuur. Zo, we gingen. Ik kreeg, voordat ik kon fietsen, kreeg ik eerst een kleine pony. Dus ik kon eerst paard rijden en daarna fietsen. En dan gingen we dan niet, zeg maar, de stad in, maar alleen het bos in. En ik denk altijd die passie met dieren. Of we nou, nou ja, ik denk dat we al 100 soorten dieren hadden, alleen al thuis. Van zwanen, ganzen, poedepataten, noem maar op. Is dat denk ik met de paplepel ingegoten. En ook mijn liefde voor natuur. En op het moment dat er iets diep zit, dan komt het er altijd uit. Ja. In goede zin ook, gelukkig. Ja, en daarnaast heb jij de liefde voor de natuur, maar heb je ook nooit, of het nooit opgeven, zeg maar. Dat is ook iets wat volgens mij in al jouw activiteiten, avonturen, zowel zakelijk als privé, zeg maar terugkeert. Ah, ja, zeker. Wij hebben natuurlijk ook al komen van een ondernemende familie. En we moesten natuurlijk gewoon altijd meewerken. Of het bedrijf nou klein was of groot. En kan ik niet liggen op kerkhof. En wil ik niet liggen daarnaast. Nou, dat is zeg maar vanaf 3 jaar. En ik denk dat het een hele goede, gezonde boodschap is. Waarbij je, als je dat van jongs af aan te horen krijgt, dat er eigenlijk heel veel kan. Maar je moet het wel ondernemen om erachter te komen wat kan en wat niet kan. En hoe meer je doet. En dan lukken ook een aantal dingen. Hoe meer vertrouwen je krijgt. En daarmee dat meer vertrouwen durf je wat iets grotere stappen, grotere avonturen, grotere ondernemingen mee op te zetten. Ja, want nadat jij zeg maar volgens mij wat langer dan gemiddeld over de HAVO had gedaan,
Heb je uiteindelijk de school voor ondernemen, daar ben je naartoe gegaan, hè, de Haarlem Small Business. En nadat je die afgerond had, ja, besloot je naar het Midden-Oosten te gaan om, om daar een businessmodel uit te voeren. Ja. Ja, er zijn nog een paar dingen aan vooraf gegaan. Ook al een beetje de link met Zuid-Amerika en Latijns-Amerika. Dus ik had twee stages op die business school. En een van was ook in Caracas, in Venezuela. En daartegen had ik was een zogenaamd stage. Maar na één dag kwam ik erachter dat ik niet een normale stage ging doen. Dat vond die opdrachtgever ook wel prima. Hij zei, maar waar kom je dan mee? Ik zeg, nou, ga een businessplan voor je schrijven. Want u heeft zoveel relaties in Europa en zoveel relaties in Zuid-Amerika. Met name relaties met grote fabrieken. Dus heb ik een businessplan geschreven hoe hij of ja, hoe er een nieuw bedrijf opgericht kan worden om Europese fabrieken te vertegenwoordigen in heel Zuid-Amerika. Met Caracas als centraal punt. En toen heb ik daar eigenlijk een beetje het licht gevonden. Dus bij het schrijven en het ook al deels uitvoeren van dat plan, heb ik besloten om het later in het echt ook voor mezelf te gaan doen. Hetzelfde concept, fabrieken te vertegenwoordigen vanuit Europa en Amerika. En die dan op een juiste manier te vertegenwoordigen. Een hele business channel uit te rollen. Maar dan niet in Zuid-Amerika, maar dan om te beginnen in 16 landen in het Midden-Oosten. Nou ja, dat is natuurlijk een redelijke challenge. Als je $0 hebt en ook nog nooit in het Midden-Oosten echt bent geweest. En ook geen Arabisch spreekt. So. Hoe kwam je er eigenlijk bij als je dus zeg maar dat in Caracas zeg maar begon? Hè? Dus ook wat had gezien natuurlijk dan van Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. Dat je dan koos om naar het Midden-Oosten te gaan. Nou, ik had eigenlijk drie continenten bedacht om dit concept uit te rollen. Een deel van Zuidoost-Azië, en Zuid-Amerika en Midden-Oosten. En ik dacht dat Midden-Oosten wel het moeilijkste zou worden. Dus ik denk, laat ik maar met het moeilijkste beginnen. Dan valt het daarna altijd mee. En ik had ook een tijd, alles bij elkaar, een jaar in Japan mogen verblijven. Om de business school die waarop ik zat, om die te mogen vertegenwoordigen. En dat was ook al eigenlijk een heel ja, traject. Dus dat was een project wat al heel lang in de kast zat. Ik heb dat mogen oppakken. De funding voor opgehaald. En bij de directie van de Haarlem Business School en nog van heel de hogescholen Noord-Holland. En toen naar Japan gegaan om stageplaatsen voor andere studenten te vinden bij middengrote Japanse bedrijven. Dus dat was al een redelijke challenge. Dus ik had wel, ja, ik had wel de smaak te pakken om wat moeilijkere dingen uit te proberen te rollen. En uiteindelijk is het op het moment dat je het gegarandeerd weet dat het een succes gaat worden. Het maakt niet uit hoe lang het duurt. En ik duurde wel wat langer dan ik had gehoopt. Ik dacht dat ik wel in 5 of 10 jaar klaar zou zijn met het deel Midden-Oosten. Maar na 7 jaar was het nog een derdehands autootje aandrukken. Anders zou ik het niet doen. Maar gelukkig toch nog doorgegaan. En een groot belangrijk punt is dat ik de juiste mensen in mijn team erbij kon krijgen. Die zijn er ingekomen en dan kun je ook wat middengrote naar uiteindelijk heel grote bedrijven vertegenwoordigen. Eerst in 6 landen in het Midden-Oosten. En daarna 12 en daarna 18. Dus na 7 jaar struggle. 7 jaar ging het dan heel goed. En ik denk dat het ook belangrijk is om, en wat hebben we ook zeker van thuis uit meegekregen, niet te veel beloven, maar eerst maar doen. Zo, ook bij mijn Amerikaanse fabrikanten die we vertegenwoordigden, ik beloofde nooit meer dan 15% groei. En in het echt was het 40% groei. Ieder jaar, op jaar, op jaar. Zo, dan, ja, dan worden ze wel, dan blijven ze heel vriendelijk. Dus dan was het uiteindelijk na 7 jaar meer een luxe leven, tijd om nieuwe dingen te ondernemen. Want ik denk niet dat het leven bestaat om alleen maar meer gewin en meer materiële dingen te realiseren. Want iedereen van ons heeft zoveel meer dromen om uit te voeren. Maar je moet er wel aan beginnen. Dus zo kwam ik uiteindelijk terecht inderdaad in Alaska. Ja, en toen dacht je van nou ga ik echt ga ik aan die kant van de wereld kijken. En je wilde de Panamericana op je motor gaan rijden.
Nou, denk ik dat dan 99,9% van de mensen die dan zeggen van nou, ik ga de Panamericana rijden, die reizen naar Anchorage, Alaska en die gaan dan beginnen. Maar jij wilde dat toch wel weer op een Ben Valks manier aftrappen. Dus op de meest moeilijke manier volgens mij. En dat was dus door, deel te nemen aan die Iditarod. Dus die sledenrace. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ik was al één keer gaan kijken, een weekend, met vrienden, om te zien wat voor een wereld dat is, de hondenstedenwereld. En eigenlijk heel veel dingen gemeen met het leven in het Brabantse Boksel. Alleen waren we geen 100 soorten dieren, maar daar de link met de honden, het vertrouwen van de honden. En dit was toch wel een zeer grote uitdaging. Andere mensen is, sorry dat ik jou heel even onderbreek, Ben. Maar voor de mensen die het misschien niet weten, kun je ook even uitleggen wat die Iditarod is en hoe je daar eigenlijk op terecht bent gekomen? Ja, ik had altijd, een vriend van mij in Dubai had een keer een magazine bij. En die zei dat er zo'n race bestond. En dat je ook überhaupt een keer kon oefenen om een dag of drie of vier als toerist mee te gaan. Op een eigen slee met 6 of 7 of 8 honden. Dat hebben we toen gedaan. Dus we zijn als toeristen daar gegaan. Voor ons was het toen al heel avontuurlijk. En toen hebben we dan na 3 dagen heb ik een film gezien van de Iditarod. En dat was toch wel een heel ander avontuur. Dus ik was eigenlijk de enige van ons team, van onze vriendengroepje van 3, die vroeg van, is dat mogelijk als buitenstaander om daar ooit aan mee te kunnen doen? Nou, en natuurlijk zegt niet iedereen nee, maar ik had geluk dat iemand ook zegt ja, dat kan. Als je 6 maanden 24/7 met de dogs leeft, leert, iedere dag bereid bent om 1000 dingen te moeten leren, nou ja, dan is het misschien mogelijk. Wat was dat voor de beeldvorming? Wat voor race praten we? Wat voor afstanden? Wat voor afzien? Noem maar op. Nou, het is nogal. Je mag ten eerste geen hulp van buiten. Het gaat om met een team van 16 honden. De race zelf is 1800 kilometer lang. Er zijn 12 checkpoints. Daar kun je vaak alleen met een vliegtuigje komen. Alleen al, ja, het is een soort mini-Olympische Spelen van Amerika, maar dan in Alaska. Dus alleen al dat je daaraan meedoet, dat geloven andere mensen niet direct. Je bent al bijna in Alaska dan, hè? Dat deed ik even. Al bijna een zeer bevoorrecht persoon als je een van de doghunters bent van een musher die meedoet. Dus 1 keer per 6 weken had ik een halve dag vrij. Dan ging ik naar Anchorage en dat vertelde ik van ik ben hier eigenlijk om mee te doen. Maar op het moment dat het duidelijk werd dat ik ook echt mee ging doen, dan was de lunch free, de dinner free, en dan kon je al bijna handtekening uitdelen. Dat is het laatste wat ik toen doe. Maar het is nogal ingrijpend. En je slaapt ook maximaal 2 uur per dag. Eigenlijk is het, dat was mijn race program. 2 uur in de eerste 3 dagen. Maar op het moment dat ik eraan begonnen was, werd ik daar bij de eerste checkpoint na 2 uur wakker gemaakt. Door de leiders daar. Met het vriendelijke verzoek om heel snel op te staan. En hun letterlijke woorden waren, this is not a goddamn holiday. Ja, want je gaat niet na 2 uur. Daarna was het maar iedere keer 1,5 uur tot 1 uur. Per 24 uur rust. Dus dat is nogal ingrijpend. En 80% van de race is ook in het donker. En vaak 40 tot 60 graden vriest het. Ja, 40 tot 60 graden vriezen. Want je doet het in de winter. Dus inderdaad, zo noordelijk heb je amper licht per dag. Zeg maar, amper zonuren per dag. Om je te kwalificeren voor die Iditarod, moest je ook andere races doen, toch? Ja, je kunt dus niet zomaar meedoen. Dus je moet 500 mijl in hetzelfde seizoen gereisd hebben binnen een bepaalde tijd. Dus dat is nog steeds al 800 kilometer. Dus dat is van Den Bosch naar Parijs en terug bijna. Dus dat zegt al iets over de afstanden. Maar dat is met 12 honden en 10 honden.
En de big, big race, de Iditarod zelf, is dan met 1600. En hoe lang ben je dan onderweg? Nou, in mijn geval ben je... die voorbereiding races waren dus één 300 maal en andere 200 maal. En was ongeveer 80 tot 100 maal per dag. Ja, je kunt het niet geloven, er is maar één dier die nog langer kan lopen aan één gesloten dan deze superatleten. En dat zijn de wolven. En daarnaast is er op de planet geen dier die zo lang en zo goed getraind kan zijn dan dit soort mix van huskies en hound. Hij is natuurlijk, zeker achteraf, is het natuurlijk een fantastische ervaring. Maar wat is nou eigenlijk het meest bijzondere wat jij hebt overgehouden, zeg maar, naar aanleiding van deze race? Nou ja, het was denk ik de periode waar ik het meest heb moeten leren in korte tijd. En de meeste stress gehad heb. Het lijkt allemaal zo vriendelijk, want je ziet daar op deze afbeelding ook, keurig op de slee en er gebeurt niet zoveel. Maar je moet ook bijna dierenarts worden, want je moet weten wat er mis kan gaan. Iedere hond is weer anders. Ze reageren anders, ze eten anders. Als het heel koud wordt, als het heel warm of warmer wordt. Je gaat door de Alaska Range. En in de nacht, het gevaarlijkste gebied is, zeg maar. Dus, en dat met 1,5 uur slaap. Ja, komen de mooiste dingen en de ergste dingen bij elkaar. Dat is eigenlijk het verhaal. En het mooie vind ik, je bent nooit alleen. Want je doet dit samen met die 1600. En dat zijn misschien in andere mensen ogen geen mensen. Maar je bent gewoon één met die honden. En op het moment dat ik hun alles gaat voor de honden. Dus dat vind ik ook wel bijzonder. Dat ligt mij zeker. Vaak in Europa en Amerika gaat het allemaal over hoe het met jezelf gaat. En heb jij die koud? Maar daar vragen ze nooit hoe het met jou gaat. Nooit. Alleen maar, hoe gaat het met je honden? Zo, dat is wel even wennen, maar dat bevalt na een maand ook goed. Ja, want je moest in die hele voorbereidingstijd, leefde je echt met die honden. Hè? Het was, je sliep, je at, wij spreken met die honden. Ja, en zeker ook met de training. Ja, je moet ook weten wat ze willen eten, hoe gezond ze zijn. En hier zie je een voorbeeldje van, of een foto van een paar van de voedsel voor de honden. Voor de different checkpoints. En om gemiddeld om een idee te geven, ze eten ongeveer 10.000 calorieën per dag. Zo, ik weet niet hoeveel iets van, iemand heeft ooit berekend, iets van 50 Big Macs. En dat is een hond van nog geen 35 kilo. Dus het is een enorme energiemachine. Die wel vertrouwen moeten krijgen in mij als musher. Want het is donker. Een storm, het gaat ook alle dingen, de erge dingen komen bij elkaar. En dan moeten de honden wel vertrouwen als ik zeg haha, ja, dat is naar links. En hihihi is naar rechts. En het maakt niet uit, als er een ravijn op rechts, dan gaan ze nog steeds naar rechts. Dus dat vertrouwen moet je eigenlijk in een hele korte tijd verdienen. En het is veel beter om dat in een paar jaar te doen dan in 5 maanden. Het is ook veel beter om er 15 jaar voorbereiding te hebben, wat andere mensen doen, dan 5 maanden. Maar goed, als je die probeert, dan if you don't try it, you don't know. Ja, en ik denk dat je deze ervaring natuurlijk weer heel goed hebt kunnen gebruiken in het project Black Jaguar Foundation. Absoluut. Dat is eigenlijk één wet bij de mushing, is never let go. En dat is ook letterlijk. Dat is ook echt zo. Dus je hebt de handlebar, wat je daarop ziet op de slee. En de honden zijn heel lief, dat zie je ook wel. Maar op het moment dat ze de vrijheid krijgen om er vandoor te gaan, dan gaan ze vandoor, komen ze nog niet meer terug. Dus je moet altijd één ding vasthouden. Never let go of the sled. Maar ook never let go of your target. Of op je doel. Zo, natuurlijk gaat nooit alles perfect. En ik ga hier ook zeker niet vertellen dat het allemaal zo mooi ging. Dus in de tweede checkpoint van de big race zelf, en je moet natuurlijk leren schieten, dus ik sta daar met een enorme uitgedost met kleren, wanden, handschoenen tot min 50, 3 soorten schoenen die je bij hebt in slee, en natuurlijk altijd een magnum
punt, ik weet niet eens meer, punt 46, om Moes eventueel te schieten als die aanvalt. En bij de tweede checkpoint waren de honden zo eager dat ze drie remmen die ik gezet had losgebroken hebben van het trekken. En toen gingen ze vandoor, zonder mij. Zo, dat is dus niet zo goed. En hoe is het dan uiteindelijk goed gekomen? Je hebt de finish gehaald. Hey, nee, ik heb de finish op 10% na gehaald. Maar de hele finish, dus ik heb wel 90% van de race uit kunnen rijden. Maar die honden heb ik weer gevonden, gelukkig. Dus dan gewoon, ja, je kunt niks anders doen dan beginnen te lopen. Andere mensen mogen je niet helpen. Mm-hmm. En ik heb enorm veel geluk gehad. Dat na anderhalve maal rennen op de rivier in de nacht, dat de honden naar een soort stroplek waren gegaan van een ander team. En daar waren ze gestopt. En ook nog eens een keer zonder enige verwonding. Want heel vaak als de honden gaan rennen, zonder een masher, dat ze verwikkeld raken, de touwen onderling. En er zit een enorme power achter. En dat gaat dan ook vaak mis. Dus ik had heel veel geluk dat ze helemaal super gezond waren en klaar om weer door te gaan. En ze stonden me eigenlijk op te wachten, alsof er niks gebeurd was. Maar dat was toch wel zeker het geval. Ja, ja, dus uiteindelijk heb je het gehaald met alle honden in goede conditie. Ja. Ja, top. Ja, ja, dat was wel een redelijk avontuur. Ja. Nou, en even kijken, en om bij te komen, zeg maar, ben je vervolgens op je motor gestapt. Ja. En, ben je begonnen aan de Panamericana, die, ja, de langste weg eigenlijk ter wereld, hè, wordt even onderbroken natuurlijk in Panama, in de Darien Gap. Ja, maar van verder loopt hij van het noorden van Alaska helemaal tot aan Vuurland. En zo heb jij hem uiteindelijk ook gedaan. Hoe lang heb je erover gedaan? Nou, kijk, in het boek hebben we het versimpeld en alleen maar van het noorden naar het zuiden. Maar ik was eigenlijk een jaar of anderhalf jaar daarvoor al begonnen. Ik had niet echt ervaring met motorrijden. Dus ik had wel net een rijbewijs in Dubai gehaald in 4-5 dagen. En daarna een motor gekocht in Buenos Aires. En om een beetje in te komen van Buenos Aires, mijn droom was om door de Amazone te gaan. Zo, alleen als je niet motor kunt rijden en dan ga je op zomerbanden door de Amazone, dan is dat ook al een goede les hoe het niet moet. Maar in ieder geval toch doorheen gegaan. En toen was wel helder dat ik ook van het noordelijkste puntje van Alaska naar het zuidelijkste puntje van de pool to pool wilde gaan rijden. Maar het liefst niet over de standaard wegen. En ja, alles bij elkaar meer dan 3,5 jaar. 4 jaar bijna onderweg. En dat was heerlijk. En als je op de motor zit, heb je ook geen verantwoordelijkheid voor 16 honden. Ja, er zijn bijna 16 kinderen. Dus alles na de Iditarod was echt een vakantie. Was een walk in the park, om zo maar eens te noemen. Ja, ja, ja. Ja, we gaan gewoon eventjes door wat foto's. Wat is dit? Dit is op de Amazone, hè? Ja, ik had eigenlijk onderweg een paar andere doelen gesteld. Dus ik wilde bijvoorbeeld leren vliegen. Het liefst ook in een watervliegtuigje. Dus ik ben een half jaar gestopt in Santa Monica en in het noorden van Californië om dat te mogen doen. En daarnaast een andere droom van mij was om helemaal het begin van de Andes, waar het sneeuw nog in de bergen zit, in Ecuador of in Colombia. En dan met een bootje, of met een vlot, maakt niet uit, tot aan Belém in Brazilië, af te dobberen. Maar dat is dus de hele Amazone af. En dat is van 5.500 kilometer. En ja, dan ben je dus behoorlijk één met de natuur. En er zijn natuurlijk geen standaard bootjes die je kunt huren. Maar de eerste maand was met de kano. Met de Indianen, want waren de riviertjes heel smal. En alleen dit keer had ik ook een grote motor bij. Dus de motor moest dan in de kano. En dan 500 kilometer met de ene en 150 kilometer met de ander. Dus ja, dat is ook mooi om gewoon met de Indianen, met lokalen, een weg te zoeken tussen al die duizenden riviertjes om uiteindelijk op de Amazone-rivier terecht te komen. Ja, en als je dan niet aan boord van een bootje zat, dan was dit ja. Weg, zeg maar. Ja,
Ja, dit is een favoriete weg. Natuurlijk, dit was ook een stuk door de Amazone. Ja, kijk, als je niet heel ervaren bent, dan kom je wel achter hoe het in het echt werkt. En ik denk dat een van de lessen die ik geleerd heb, en dat ondervind ik nu ook met de Black Jarrow Foundation, je moet niet te veel focussen op wat er allemaal mis kan gaan. Want er kan zoveel mis kan gaan. Kan zoveel misgaan. Maar goed, er is ook altijd een weg waarop het wel kan. Nou En ja, op het moment dat je daar alles op focust, dan gebeurt het. ik heb wel zoiets, ik zeg dan wel vaker, zeg maar, een mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Ah ja. Dus je moet eigenlijk, op het moment dat je open bent, dan maak je eigenlijk de mooiste dingen mee. En hoe onbevangen, je had een aantal doelen, had jij dus staan, bijvoorbeeld dat vliegen dan in Santa Monica. Had jij in Midden-Amerika, had je daar nog iets speciaals wat je wilde doen? Ja, toch wel zeker. Eigenlijk was het een van mijn grote dromen. Het zien van een zwarte jaguar in het wild. Op het moment dat ik dat bedacht had, en dat zat redelijk diep. Natuurlijk hebben wij allemaal, de mensen die nu luisteren, iedereen heeft heel veel dromen. Alleen je moet wel de tijd hebben dat die dromen echt een beetje naar boven komen, voordat ze echt helemaal in je bloed komen. Want iedereen is vaak zo druk met huizen, met werk en familie, dat ze er bijna geen tijd voor hebben, dat ze dat ruimte geven. Dus onderweg door de Amazone had ik toch wel bedacht dat ik, voordat ik doodga, wil ik één keer een zwarte jaguar in het wild zien. En niet in de Pantanal, want dat is een beetje toeristisch, vind ik. Er zijn overigens ook geen zwarte jaguars meer in de Pantanal. Dus echt gewoon in de Amazone. En het liefst dat hij me ook nog een keer aankijkt. En dan loopt hij gewoon rustig door. Dat was mijn droom. En ik heb eerst 1 week geprobeerd in Midden-Amerika. En daarna een paar weken geprobeerd in Brazilië, ten zuiden van Boa Vista. En voor de derde keer met de motor had ik iets anders aangepakt. Heb ik Jaguar biologen ingehuurd, Jaguar jagers, locaties, bij Indianen gewoond. Ja, apparatuur ingekocht. En inderdaad 10 of 20, 22 keer op pad tussen de 3 en de 12 dagen. Met name wonend in bomen. En met een apparaat, een Stuhadera, om het geluid te imiteren van een mannetje of vrouwtje jaguar. Puur om 1 keer te zien. En dus dat één zo'n zo'n bomenhutje, wat je bouwt in 20 minuten. En dat was een enorm mooie ervaring. Want dan zit je gewoon een half jaar in de bush. Ja, je ruikt als een beest. Want dat moet ook. Alle dieren gezien. Alle dieren gezien, behalve de zwarte jaguar. Ja, ik vond het ook die laatste van die expeditie, eigenlijk van de 22, die je dus ondernam. Ook wel een bijzonder verhaal, ook wel een typerend verhaal, zeg maar, over van de ontbossing. Kun je daar wat meer van vertellen? Want toen ging je echt met een jaguar jagen. Ja, dat is ook een beetje zo de wake-up van deze missie geworden. Kijk, vaak ben je bezig met jezelf en zo druk bezig met je eigen doel, dat je eigenlijk de big picture bijna vergeet. Zo, deze Jaguar Jager had mij van gehoord van een Hollandees loco in een klein dorpje ergens in Brazilië in the middle of nowhere. Hij zei: "Nou, kom maar met mij mee. Ik weet waar heel veel zwarte Jaguars zitten." Heel ver rijden, 3 dagen zijn we onderweg, maar daar zitten heel veel zwarte jaguars. En op het moment dat deze expeditie niet lukt, betaal ik alle kosten. Want we gaan hem zeker zien. Want daar is het zo mooie natuur en dat is zo wild. Nou, dus ik sta daar natuurlijk redelijk voor open. Dus we zijn de volgende dag vertrokken in zijn autootje met honden en alles op en eraan. En we zouden 3 dagen door heuvels gaan, door riviertjes moeten baden om op die amazing locatie te komen. Maar wat bleek, in plaats van dat we 3 dagen onderweg waren, waren we er al in 9 uur. Want in een gebied van meer dan 800 of 900 kilometer lang en 40 of 50 kilometer breed, was in een periode van 18 maanden, dus minder dan 2 jaar, volledig ontbost. De riviertjes weg. Het enige wat over is één grote groene oase, of ja, of van ontbost gebied.
waar geen eens meer een vogel in de lucht is. Want alles met GMO, en dat is één akkerbouwveld geworden. Dus die Jaguar-jager die keek me aan toen we aankwamen bij nog één eilandje wat over was. Van, die was echt in shock. Hij zei, dit is mijn paradise. En hij begon bijna echt het traantje te pinken. En dit is niet alleen een paradise van de Jaguar, maar dat is een paradise voor ons allemaal. Dus dat heeft mij echt losgemaakt van, oké, dit gebied kwam ik later achter, is zo belangrijk. Niet alleen voor de Jaguar, niet alleen voor de Brazilianen, maar voor iedereen in de wereld. Dus toen heb ik de stap gemaakt om te zeggen, nou, toen ik terugkwam, it's time to change. In plaats van meer business, it's time to give back. Ja, maar dan wel op een schaal iets teruggeven, wat misschien impact kan hebben voor iedereen in Den Bosch of Brabant, maar ook iedereen in Nederland, iedereen in Australië, Japan, noem maar op. Dus zo is het idee ontstaan. En daarnaast wil ik zeker ook degene die nu luisteren meegeven, de documentaire Home van Jan Arthus Bertrand heeft mij ook veel wijzer gemaakt. Die laat in die documentaire alles zien wat de mens kapot heeft gemaakt de afgelopen 50 jaar. En in de afgelopen 50 jaar is dus meer kapot gemaakt op de wereld dan de 200.000 jaar daarvoor. Dat is ongelooflijk. Dus dit is de realiteit. Hè, want iedereen moet eten. Dat ben ik helemaal eens. Dus we zijn allemaal pro-farming. Maar zonder enige natuur is er ook geen leven. Dus de juiste balans tussen mens en natuur moet er zijn. En dit zeg maar, ja, als je hier doorheen rijdt en nog 4 uur later hetzelfde ziet en 8 uur later hetzelfde ziet, dan gaat er wel iets loskomen. Ja, dus toen, toen ben je eigenlijk, ja, je hebt volgens mij de route met de motor afgemaakt naar Ushuaia toe. Maar ik denk dat je toen al wel ja, behoorlijk in je hoofd bezig was met, ik moet hier iets aan doen. Dit is een plaatje inderdaad in Ushuaia. Overigens, je bent ook, ja, eventjes nog een zijsprongetje, want daarboven staan ook wat foto's van de Carretera Austral. Het is een gebied. Ja, ik vind het een van de mooiste routes die je kunt rijden. En daar ben ik bijvoorbeeld, hè, werk van Tompkins. Ik weet niet of jou dat iets zegt, die daar de Conservation Land Trust heeft opgestart. Ja. Hè, en eigenlijk door het opkopen van land en dat zeg maar om te zetten in een natuurpark en daarna terug te geven aan de Chileense overheid. Ja, ook best wel veel teweeg gebracht. En die dacht ook op een grote manier. En heeft daar ook heel veel weerstand gekregen. Ook vanuit de Chileense overheid. Maar uiteindelijk nu in samenwerking ook zijn vrouw dan Chris Tompkins. Toch wel behoorlijk veel natuurgebied eigenlijk gewoon gered. Ja, jij hebt, je bent je eigenlijk gaan richten ook op een gebied waar de natuur niet zozeer eigenlijk gered moest worden, als waar je hem ook weer terug moest gaan brengen. Ja. Nou hebben wij sinds een aantal maanden hebben contacten. Jullie zijn eigenlijk nu, ja, wat is het, 2 jaar naar buiten toe getreden, maar je bent eigenlijk al veel langer. Ben je bezig zeg maar, met de voorbereidingen van dit hele project? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. En misschien heel even terugkomend op die Carretera Austral en de Tompkins Foundation. Dat was eigenlijk ook een mooi voorbeeld natuurlijk. Dat is een veel grotere, miljoen keer grotere ondernemer. Die het op enorme grote schaal dingen teruggeeft. En dat is een heel mooi voorbeeld. Park Pumalin. He, waar ik een paar dagen ben geweest, is denk ik aan te raden om voor iedereen naartoe te gaan. En die Carretera Austral is denk ik ook ik noem het echt een paradijsroute. En zeker als je daar fietsend, lopend of met een motor of met een auto doorheen kunt. Dit is Pumalin volgens mij, hè? Ja, ja, dit is de weg daar naartoe. Ik ben niet super emotioneel misschien aan de buitenkant, maar dat was op een gegeven moment heb je zoveel mooie omgeving om je heen.
En dat past op een gegeven moment alles. Dat ik bijna één keer van mijn motor ben afgestapt en bijna tranen van geluk. Ja, dat is heel bijzonder. Maar ja, dat brengt natuur. En met één zijn met natuur komt dan op. Nou ja, het is al zoveel ellende. Dus dat ook kan, dat vind ik ook wel mooi om te ervaren. Ja, precies. Ja, het is precies dezelfde ervaring die ik ook als zodanig inderdaad heb gehad. En misschien versterkte dit eigenlijk nog meer het idee en de noodzaak om die natuur te gaan herstellen. Schat ik zo. Absoluut. Ja, absoluut. Dus dat brengt heel veel los. En ik had zoveel ontbossingen gezien, dus in de Cerrado en in de Amazone. En er was al een project bedacht, maar dat zat alleen in de in tekening van jaguarbiologen. Om de langste en grootste biodiversiteitscorridor ter wereld te realiseren. En de organisatie die ik als eerste had ontmoet, die stort zich volledig op de dieren. En onze missie met de Black Jaguar Foundation was om de volledige herbebossing, de ecological restoration van deze biodiversiteitscorridor uit te voeren. Dus niet aan anderen over te laten, maar om het ook zelf gewoon van A tot Z uit te voeren. En dit is dan niet een groot project, maar dit is een megaproject. Een van de grootste natuurprojecten misschien wel ter wereld. Dus ja, hetzelfde om terug te komen met het opzetten van een business. 7 jaar heb ik misschien eerst voorbereid. Samen met een team van super enthousiaste vrijwilligers, toen nog. Om te zorgen dat alles netjes staat, goed voorbereid is, voordat je naar buiten gaat. Want op het moment dat je niet uit de natuurwereld komt, ja, dan komt er wel zoveel naar kijken. En zeker als je iets heel groots wil doen in Brazilië. Brazilië is toch wel een van het meest complexe land van Zuid-Amerika. Dus dat houdt in kantoren, juiste ambassadeurs, juiste systemen, Salesforce, grote partijen als Accenture, die allemaal ondersteuning geven. En de eerste groepje kleinere sponsoren die erbij komen. En daarna een hele studie doen van de impact van het project. Dus het is zoveel meer dan alleen bomen planten. Maar onze focus is wel de bomen planten om de corridor weer groen te maken. En waardoor je stukjes groen aan elkaar koppelt. Alleen dan op extreem grote schaal. Nou, is dat ook precies eigenlijk wat mij ook zo. Waardoor ik meteen eigenlijk aangetrokken was door jullie project. Wij organiseren reizen en dat doen we op de meest duurzame mogelijke manier. Maar goed, we vliegen nog steeds, we rijden nog steeds auto. Dus daar hebben we gewoon een ecologisch voetafdruk. We wilden dat inderdaad gewoon compenseren. Maar wat ik heel vaak tegenaan liep, is dat je dan te maken krijgt met het planten van bomen. En je krijgt er dan een mooi certificaat bij. En nou, leuk, hè? Sla jezelf even op de schouder. We hebben een boompje geplant. Maar bij jullie is het echt niet alleen het bomen planten, maar het is echt het terugbrengen van van eigenlijk twee ecosystemen. Ja. En ik had juist ook in Costa Rica, in het Osa Peninsula, had ik gezien wat er gebeurt op het moment dat je dat doet. Want daar zijn ze 25 jaar geleden al begonnen met het terugbrengen van het ecosysteem. En daar zie je ook gewoon dat niet alleen de planten, maar ook de dieren weer terug zijn gekomen. Dus vandaar ook dat ik dat zoiets heb van ja, dit is de manier om het te doen. Ja. Ja, absoluut. Dus de bomen zijn een middel om de biodiversiteit terug te brengen. En als je dat dan op hele grote schaal doet, is het dus niet alleen maar goed voor de natuur, maar we komen er nu ook achter, is het ook weer heel goed voor de boeren. Dus uit het gebied waar we werken, nou, je ziet een beetje aan de achterkant van mij, is een grote kaart van de hele corridor. Alles wat niet donkergroen is, is ontbost. Dus het gebied is al bijna allemaal ontbost. Alleen, daar wordt veel soja op verbouwd. Vee voor koeien, ook katoen. Alleen de grond houdt het maar 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar uit. Maar de kwaliteit van de soil gaat naar beneden. Dus de natuur is weer belangrijk. Bomen zijn weer belangrijk om ook het water vast te houden in de grond. En ook weer de nutrients terug te brengen
in de grond, waardoor de akkerbouw weer door kan blijven gaan. Dus de mens kan niet zonder natuur. En de akkerbouw en de veeteelt kan ook weer niet zonder natuur. En dat houdt de natuur heel lang vol, maar uiteindelijk niet meer. Of je moet ieder jaar maar meer en meer kunstmest investeren in kunstmest, kunstmest, kunstmest. En dat houdt ook een keer op. Dus het hele gebied, op het moment dat er niet heel snel binnen nu en 20 jaar meer dan 1 tot 2 miljard bomen bijkomen, dan is het over 30 jaar één grote woestijn. Je kunt het niet geloven, maar dan is het gewoon een woestijn. Dat zijn de voorspellingen van de wetenschappers. Ja, en, dan, en dat zeg je dan ook mooi op jullie op de website. It's too late to be a pessimist. We moeten dus ophouden met zeuren en aanpakken. Ja, absoluut. Dat is ook een statement van Jan Arthuis Bertrand. It's too late to be a pessimist. We all have the power to change. En natuurlijk zal dit megaproject niet alle problemen van de klimaatopwarming oplossen wereldwijd. Maar het zal wel een heel mooi voorbeeld zijn voor heel veel andere rivieren die aan het uitdrogen zijn of die al uitgedroogd zijn. En dat doen we dus alleen maar samen met een superteam, maar met supersponsors, maar uiteindelijk één op één met landeigenaar. Want hier zie je een voorbeeldje van een farmer in Brazilië. En zo zijn er dadelijk duizenden die mee gaan doen. En die zien ook in dat een stuk terugbrengen van de natuur, die ze toch eigenlijk via de wet al moeten terugbrengen. En wij helpen daarmee. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Want dat vond ik wel een bijzonder verhaal. Dat je eigenlijk al in de Braziliaanse wet het belang is dat je dus die natuur moet terugbrengen. Ja, dus, nee, Brazilië staat al zeer negatief in het nieuws. Dat ze alles maar opkappen en dat ze alles ombranden. En dat ze niet kijken naar het belang van de natuur. Nou, ten eerste heeft Europa zelf niet zo heel veel meer te zeggen. Want als ik het goed heb, 100 of 200 jaar geleden was al het oorspronkelijke oerbos al omgekapt. Daar is nog meer dan 60% van het oerbos nog wel intact. Zo, de milieuwetgeving in Brazilië verplicht landeigenaren om een stuk van 25% van hun land te reserveren van natuur. Dat is in het zuiden. 35% van hun land in het midden. En zelfs in het noorden, in de Amazone, 80%. Nou, en wij, met de Black Geo Foundation, helpen landeigenaren om een stuk van die 35%, alle stukken wat naast water ligt, meren, rivieren, moerassen, om dat deel in te planten met inheemse bomen. Want dat is het meest beschermde deel binnen die milieuwetgeving. Dus zelfs met de huidige president mag geen enkele boer, en dat zal ik zeker niet doen, de bomen die we planten, en dat zijn alleen maar inheemse bomen, omkappen of verplaatsen. Dus het is ook heel dankbaar werk. Dus alles wat we terugbrengen, zal ook altijd blijven bestaan. En dat is natuurlijk wel heel fijn, dat het altijd een lange termijn doelstelling is. Ja, want het is niet alleen in de wet zo geregeld, maar je merkte ook dat de landeigenaar, de boeren, toch ook wel het nut hiervan wel degelijk inzien. Ja, in het begin minder, maar ze zien de kosten van de fertilizer omhoog gaan, de kosten van de kunstmest, iedere maand of ieder jaar. Ze weten dat de wetgeving er is. Ze krijgen enorm veel jaren de tijd om die wetgeving uit te voeren. Maar nu bieden wij hun een totale oplossing om met alle kennis, alle wetenschappers, naar hun gebied te komen. Om 42 soorten bomen, altijd met het mix van tussen 40 en 50 soorten inheemse bomen, het stuk land, wat ze toch al moeten reserveren van natuur, om dat weer in te planten. Dus het is ook niet zo heel makkelijk om de natuur van niets naar iets terug te brengen. Dus dat vergt al ongeveer een periode van 3 jaar. Voordat de boompjes groot genoeg zijn. Waardoor er geen zonlicht meer komt op de grond. Want op het moment dat er geen zonlicht meer komt op de grond. Dan stopt de groei van alle, ja, zoals we zeggen, invasive grasses. Dus de Afrikaanse grassoorten zijn gebracht voor koeienveeteelt. En dus dat gras wordt goed veel sneller dan kleine bomen. Dus daarom moeten we ook 3 jaar onderhoud hebben om die grassoorten
zeg maar, om te kappen. Of niet om te kappen, sorry, om de bij te houden. Waardoor de bomen kunnen groeien. En na binnen 1 tot 3 jaar sluit het baderdek van de zon van de grond af. Nou, en dan doet de rest van de nature is coming together. En hier zie je al een foto van hoe voorheen een sojaveld was. En dat ziet er heel onschuldig uit met een boompje van nog maar 6 maanden. En binnen 2 jaar waren al deze bomen van deze 20 hectare al 3, 4, 5 meter gegroeid. Ongelooflijk. Ja, maar dat, je ziet snel resultaat uiteindelijk als het aangeplant wordt. Nou is dat natuurlijk ook het is echt hogere wiskunde om de juiste manier, zeg maar, terugbrengen van die biodiversiteit. Hè, maar dat doen jullie dus met universiteiten in São Paulo onder andere. Ja, we zijn begonnen met samenwerking te vormen met de Wageningen Universiteit, maar dan van Brazilië. Er is heel veel kennis op dit gebied in Brazilië. Natuurlijk, die afdeling heet LERF. En we hebben ook de hoogste baas van die Wageningen Universiteit van Brazilië in ons team gebracht. En zij zijn een beetje de overriding consultant van de herbebossing. En zo zijn we begonnen met eerst 1, 2, 3, 4 forest engineers aan te nemen. En het fijne is dat we het hele proces van herbebossing zelf in handen hebben. En zelf uitvoeren. Dus we bouwen onze eigen boomkwekerijen. En we hebben nu 2. En binnen een maand gaan we de derde grote boomkwekerij beginnen. En we leren ook dat er meerdere methodes zijn van herbebossen. Dus je kunt dus een boompje planten in de grond. Dat is een hele goede manier. Maar een andere methode is Muvuca. Muvuca is puur het uitstrooien van zaden, van een mix van zaden, van 50 soorten zaden. Moet natuurlijk wel het land voorbewerkt zijn, dus al het onkruid, alle stenen, alle bierennesten en weg. En op het moment dat het goed voorbereid is en alle Afrikaanse grassoorten worden om de 6 maanden weggehaald, nou ja, dan doet de natuur binnen 3 jaar magic. Dus we moeten 3 jaar erbij zijn, met heel goed onderhoud. En dat kost dus ook veel meer geld als je denkt wat je denkt. Dit is dan een vreselijke foto van mezelf. Maar dit is dus een bos wat we gemaakt hebben. En wat we geplant hebben nog geen 16 maanden geleden. Can you believe it? Ja, nou ben je eigenlijk net terug uit Brazilië. Dus je bent daar een behoorlijke tijd geweest. Hoe kun je wat vertellen over de laatste update? Nou, de update van vandaag is ook misschien wel leuk om te delen dat we we hebben 2 weken geleden een contract gemaakt met een grote gemeente, Santana do Araguaia. Ja, je zult het misschien nooit van gehoord hebben, maar er wonen nog geen 50.000 mensen in het dorp. Veel minder dan 50.000. Maar de gemeente is wel 1/4 van Nederland zo groot. Dus, en dat is een beetje het epicentrum van waar de agribusiness samenkomt. En we zijn dus pro-farming, voor de boer, want we moeten allemaal nog in de toekomst blijven eten. Dus we zijn ook pro-nature. En we hebben nu een samenwerking met de gemeente in Santana da Araguaia gesloten, dat we een groot stuk land krijgen om de derde boomkwekerij te bouwen. En we hebben dus nu 3,6 hectare. Voor 10 jaar lang gekregen. Nou ja, het is natuurlijk fantastisch dat ook al de overheid steeds meer achter onze missie zet. Dus dat vind ik wel echt wel een update. En daarnaast heb ik alle herbebossingssites ontmoet en alle landeigenaren. En het was fantastisch om te zien hoe stukken land die 2 jaar geleden ingeplant zijn, dat het gewoon nu al bijna volwassen bossen zijn. Dat is ongelooflijk. Ja. Met de juiste zorg. Altijd met de juiste zorg. Dus het planten van een boompje is maar 1 van de 12 stappen. Ja, ik wist het voorheen ook niet, maar we komen erachter dat de juiste zorg, onderhoud, de juiste mix van bomen, eerst begin je met pioneer trees, en 30% van die pioneer trees, die moet ook dood, maar die groeien heel snel, en die zorgen weer voor de schaduw voor de secondary trees. Dus wij planten 1600
67 bomen per hectare. En van die 1667 bomen gaat 10 of 15% weet je van tevoren, die gaat dood. Maar daarna komen de secondary trees om het hele bos gestalte te geven. En je ziet ook hier foto's van ja, steeds grotere bedrijven die ons ondersteunen. En dat gaat dan ook in kleding van samen met de sponsor. En voorheen hadden we, of dit jaar hebben we 38 mensen in het veld. Alleen dan voor de herbosing. En in september verwachten we meer dan 310 mensen al in het veld te hebben. Dus het wordt al een redelijke organisatie in het veld. Wat ook meer impact heeft dus voor het sociale karakter. Dus het is niet alleen bomen en biodiversiteit, maar geeft ook werkgelegenheid. En dat is denk ik het mooie aan de mensen lokaal. Kun jij een tijdspan schetsen? Waar staan jullie over jaar of 5 à 10? Wat is de ambitie? Nou, de ambitie is helder. De ambitie is om die 1,7 miljard bomen te planten. Om de hele corridor te realiseren. En dan het liefst binnen 20 jaar. Maar om een idee te geven, 1,7 miljard inheemse bomen. Hoeveel mensen daarbij aan het werk komen. Dus de verwachting is dat we binnen 15 jaar. Nu gaan we al van 38 of 34 mensen naar 310 mensen. Maar in de piek van het planten, met alle boomkwekerijen die we dan hebben, zullen dan meer dan 30.000 mensen aan het werk zijn. Ja, dat is dus gewoon voor want je kunt geen bos herstructureren, herbebossen zonder dat je de lokale gemeenschappen erbij betrekt. Dus dat is inderdaad wat je inderdaad geweldig doet. Nou heb je altijd gezegd van focus. Dus jij zult nog in lengte van dagen natuurlijk met dit project bezig zijn. Stel dat ze in andere landen weet krijgen van jullie project. Gaan jullie die kennis delen of hoe werkt dat? Absoluut. Eerst gaan we zorgen dat we de eerste 1 miljoen bomen dit jaar, of voor het eind van het jaar geplant hebben. We hebben nu de samenwerking en de funding bijna rond voor de 2e miljoen en de 3e miljoen bomen. Dus dat is denk ik ook wel leuk om even te delen. Dus steeds makkelijker wordt, niet makkelijker, maar steeds meer mooie bedrijven. Klein, middengroot en groot. Het gaat ons niet alleen maar om die hele grote bedragen, maar op het moment dat een bedrijf of een persoon de waarde deelt van onze stichting om echt een bijdrage te geven aan de toekomst van de toekomstige generaties. Als ze dat in hun DNA zitten, dan is het altijd een win-win relatie. En zo ook met jullie eigen organisatie. Ja, fantastisch dat jullie echt een contributie maken en dat jullie waarden die jullie in jullie bedrijf hebben gedeeld worden met onze waarden. Dus dan dat brengt alleen maar mooie toekomstige reacties en nieuwe spin-offs teweeg. En hoe meer ervaring we hebben, we zijn nu ook al gevraagd door het ministerie van Water in Brazilië om hetzelfde concept uit te voeren op de Rio San Francisco. Een nog langere rivier in Brazilië. Die informatie delen we natuurlijk heel graag. Want er is maar één planet. En er zijn heel veel rivieren in de wereld. Waarbij de biodiversiteit aan de zijkanten volledig ontspoord is. Maar we doen het wel stapje voor stapje. Want laten we niet te veel roepen. En eerst maar eens doen. En dan nog een keer doen. En dan weer hard roepen. Nou ja, goed. Ik ben in ieder geval blij dat we met Zappenpaarden Travel jullie kunnen ondersteunen. Het is een fantastisch project. Wij zeggen ook we willen mensen laten genieten van Latijns-Amerika. We hebben onze planeet hebben wij gewoon in bruikleen van de toekomstige generaties. Dus we moeten zorgen dat we inderdaad voor die toekomstige generaties ook eenzelfde mooie planeet kunnen bieden. Dus wij gaan jullie steunen. Niet alleen met geld. Wij gaan
Bij iedere reis die we organiseren, ja, die compenseren we gewoon met jullie project. Maar daarnaast willen we ook gewoon via onze kanalen, via onze blogs, via onze magazines, iedereen op de hoogte houden van dit fantastische project. En ik hoop dat jij dan ook nog heel vaak terugkeert om die updates met ons te delen. Ja, Ben, ik wil jou bedanken, zeg maar, voor dit enthousiaste verhaal. Ik heb hier naast mij jouw boek liggen. Hey, jouw boek is niet alleen een fantastisch boek om te lezen, maar ieder verkocht boek levert ook een bijdrage aan jullie project. Ik wil graag alle luisteraars uitnodigen, zeg maar, op het moment dat dat jullie dit boek graag zouden willen lezen, stuur ons een mailtje en wij sturen dit boek gratis naar jullie toe. Want het is niet alleen een fantastisch verhaal, maar ook een, ja, zoals we al zeggen, supergoed doel. Ben, heb jij nog iets? Ja, zeker. Ik wil misschien nog even jullie als laatste woord. Ten eerste, Johan en de hele organisatie van Samenpanna, hartstikke leuk dat jullie, en super bedankt, hè, dat jullie, ja, in mij en het team van de Black Jaguar Foundation geloven. Want zo zijn we ook begonnen. Veel mensen hebben ons al ondersteund voordat we één boom geplant hadden. Want we waren alleen maar bezig in de voorbereiding. En het is nu heel leuk dat we het kunnen en dat we het nu aan het uitrollen zijn. Maar ik ben hier niet Mr. Captain Black Jaguar Foundation. Er zijn hier veel mensen, zoals Joël Boele, zoals Erik, zoals Piet Heijn, zoals ook al gelukkig nog 30 andere mensen opnoemen, die op hun fiets door de regen, jaar in jaar uit, naar ons kantoor komen om deze droom waar te maken. Dus het is het mooie dat we dat allemaal samen doen. En ja, toevallig begint het bij iemand, maar het gaat erom, en dat is denk ik het leuke van onze droommissie, dat we het ook niet alleen over dromen, maar dat we het ook uitvoeren en dat we het samen doen. En dat we het ook samen vieren, ja, hoe de natuur terugkomt. Dus ja, nogmaals dank Johan en voor het hele team, Anke, voor de hele voorbereiding. En ik hoop graag, of ikzelf of iemand van het team van de Black Jaguar Foundation, dat we regelmatig een update geven van de vorderingen. Want het is, ja, spannend als we snel groeien. En om de 2, 3 maanden zijn er echt wel redelijke doorbraken. Gelukkig. Dat moet ook, want anders halen we die 1,7 miljard bomen binnen 20 jaar nooit. Ja, dus nogmaals dank. Dankjewel, Ben. Super. Ja, nog een laatste dingetje. Wij zijn natuurlijk een reisorganisatie. Op dit moment liggen we nog helemaal stil in verband met corona. Maar ik begrijp nou toch ook wel dat er weer perspectief komt in de persconferentie die vandaag is gedaan. Uiteindelijk kunnen we straks weer gaan reizen. Is het dan ook mogelijk om voor mensen om jullie projecten te bezoeken? Of hoe? Nou, we hebben nu geleerd, we hebben nu 2 trips gehad van grote sponsorpartners. Die hebben hun technici naar ons project gestuurd. Maar alleen het is nu regenseizoen en dus planting season. Dus dat loopt van oktober tot en met eind maart. Dus de beste periode om te bezoeken is sowieso in de zomer. En dat is één. En we hebben nog niet echt luxe guest facilities aan de rivier. Maar met uitroepteken nog niet. Dus we hopen eind van het jaar of begin volgend jaar een eigen faciliteit te hebben waarvoor we mensen, ja, kleine groepjes kunnen ontvangen. En dan zijn we meer dan bereid om, ja, de klanten en de vrienden van Sapapanna te mogen ontvangen. Zeker. Heel leuk zelfs. Nou, super. Laten we alles gewoon op zijn tijd hebben. Maar als het eenmaal zover is, kan iedereen het uiteraard te weten komen. Dus dan. Ja, en je kunt ook de bomen gaan bezoeken die we dan planten in naam van Sapapanna. Dus dat is denk ik ook wel fijn, ja, dat we nog zo'n platte organisatie zijn. We zitten niet op de 20e verdieping ergens in New York of in Shanghai. Nee, het is gewoon Marina en Piet Heijn en Ben en Erik en Dimitrio. Ja, ons field team communiceert rechtstreeks iedere dag met ons en andersom. En we hebben maar één project.
Dus het is allemaal ja, zo transparant mogelijk. En dat maakt het denk ik ook meer tastbaar en concreet. Ja, super. Dankjewel, Ben. En ook ja, jouw hele team met wie je alles doet. We blijven in contact. We houden iedereen op de hoogte van jullie mooie project. Ik dank iedereen die naar dit interview heeft gekeken, naar het Gent de Magica verhaal. Je kunt het nog terugkijken. Het komt online op YouTube. En we maken er ook een podcast van. Dankjewel iedereen en tot de volgende keer.